Mick zijn autowinkel. Of ja, Mick autowinkel. Zo heet mijn autowinkel. En mijn autowinkel ziet er ja, op dit moment nog best wel skeer uit. Daarom moeten we hem snel openen. We hebben op dit moment 19.000 euro. En we hebben helemaal geen auto's die te koop zijn zoals je ziet. Dus wat moeten we doen? We moeten snel auto's gaan kopen. Als jullie niet weten hoe dit spel werkt. Het is heel simpel. Je neemt de bus, want je hebt nog geen eigen auto. Je gaat naar bijvoorbeeld de neighborhood. Daar hebben ze heel veel auto's te koop. Dat hoop ik tenminste. Of op dit moment blijkbaar niet. Oké, dan moeten we even naar iets anders toe. Dan gaan we naar de car market. Ik hoop dat de car market wel open is. Nee, de car market is ook niet open. Jeetje, kan ik ergens auto's kopen? Misschien verkoopt wel iemand bij het bij hier een auto. Nee, hier verkoopt blijkbaar ook niemand een auto. Nou, normaal gezien zou je ergens een auto kunnen kopen. Die kan je dan voor bijvoorbeeld 5.000 euro kopen. En dan kan je hem voor bijvoorbeeld 10.000 euro verkopen. Het lijkt erop dat er op dit moment nergens echt auto's te koop zijn. Wat wel een beetje jammer is. Want ik heb geen auto die ik zelf kan nu verkopen op dit moment. Dus ja, hoe ga ik auto's verkopen als ik nergens auto's kan kopen? Meneer, uw afval moet u wel opruimen, hè? Wilt u mij uw auto ook gelijk verkopen voor dit geweldige advies? Het zou mooi zijn. Ergens in deze wereld moet ik wel een auto kunnen kopen. Alleen moet ik eigenlijk nog zoeken waar. Dus hey, we hebben nog een missie erbij. Vind een plek waar we een auto kunnen kopen. De Red Bar misschien. Misschien verkoopt er wel iemand in de bar een auto. Even kijken, ik hoor al wat lekkere muziek. De Red Bar. Eens even kijken. Ik ben hier nog nooit geweest. Kan ik hier gewoon een lekker drankje gaan doen? Even lekker DJ'en? Hello, hello. Hey, shit. Hoppakee. Oh, ik shit. Zit ik nou op mijn stoel? Hey, meneer. Kan ik jouw auto kopen anders? Ik denk het niet. Maar ik ga hier eens naar achter. Oh, wat? Maar we kunnen hier... kunnen we echt dat... Maar, wat? Dit meen je niet. Kunnen we daadwerkelijk pokeren of zo? Oké, we pakken hier kaarten. Ik heb echt geen idee hoe dit werkt. Volgens mij moet je 21 krijgen. Plus je kaart. Kom op. Kom op, kom op. Yeah. Oké, dan stand. Ja, hij heeft 17. Ik heb gewonnen. Let's go. Hey, ik heb money gemaakt. Oké, wow. We moeten even die 20k pakken, toch? Ja, toch? Kom op, hoppakee. Ja. Oh, dit is op zich best wel goed, hoor. Ja, kijk eens aan. En... Nee, oké, nu heb ik verloren. Oké, ik had niet verwacht dat we daadwerkelijk vandaag gingen pokeren. Oké, dit is sowieso plus. Kom op, ja, 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 ja. Stand, yes, kom op. Ja, let's go, 2k gewonnen. Oké, we hebben bijna die 20k. En daarna gaan we echt wel even een plek zoeken waar we een auto kunnen kopen. Want dat is het doel van dit spel, niet kaarten. Plus een kaart, kom op, kom op, kom op. Plus een kaart, ik gok het erop. Oh, dit is jammer. Oké, lost. Oké, even kijken. Als ik nou dit zou winnen, dan zou ik 2k hebben. Oh, blackjack! In één keer gewonnen. Hoppakee, we hebben 20k. Hey, dank u wel, hè. Nu gaan we er vandoor. Kan ik er vandoor? Ja, ik ga er vandoor. Mannen, was prettig zaken met jullie doen. Ja, toch? Zo, hoppakee. Kijk, hebben we alweer wat geld verdiend. Blijkbaar kan het ook op deze manier. Weet je, aangezien er dus echt geen auto te koop is, ga ik maar gewoon naar mijn huis toe. Ja, dit is dus op dit moment mijn huis. En ik denk als ik gewoon ga slapen, dat ik dan, ja, dat er dan wel weer iets te doen is. De auction is open today. Oh, kijk eens aan. Dat is top. Eens even kijken. Wacht, is nou de neighborhood? Verkopen ze daar nu ook weer auto's? Volgens mij wel. Volgens mij wel, ja. Kijk eens aan. We kunnen deze bus hier kopen. Al moet ik zeggen dat ik dat geen leuke auto vind. Maar deze auto, die ziet er wel sexy uit, hoor. Hallo, wat kost dit? 68.000 euro. Ben je op je neus gevallen? Zoveel geld heb ik toch helemaal niet. 68.000 euro. Jeetje, man. Oké, kan ik hier misschien deze auto hier kopen? Wat kost deze auto? Hallo, 30.000 euro. Oké, dit is kansloos. Misschien deze... Het moet volgens mij een Fiat voorstellen. Meneer, uw Fiat is niet zo duur. Kom op. 12.000 euro. Oké. Weet je wat? We kopen maar gewoon. Ik moet even auto's verkopen. Ik moet geld verdienen. Dus we kopen hem. Hoppakee, kijk eens aan. Laten we hem starten. Zo, hatsikee. Hè, kunnen we eigenlijk eens gaan rijden. En laten we dan naar mijn kantoor toe gaan. Als ik uit mijn hoofd weet waar die is. Ik moet wel netjes rijden. Want als ik meer schade maak, dan ja, kost me dat geld. Want schade, dat gaat natuurlijk van de prijs af. Dus even kijken. Oh, daar maakte ik al bijna schade. Lekker, Mick. Kan zo goed rijden. Even kijken, welke kant moet ik op? Ik denk dat ik die kant op moet. Ik weet niet uit mijn hoofd waar mijn kantoor is. Maar ik gok dat ik deze kant op moet. Even kijken. Hier hebben we de bar. Oké. Zo, gaan we even zo scoot. Hoppakee. En dan... Oh, nee! Oké.
Oké, dat was een klein beetje schade. Komt goed, ik zorg wel dat ik het fix. Even hem inhalen. Even kijken, hier hebben we het tankstation. Oh, hier kan ik wel even de auto schoonmaken gelijk. Oh, ja, zo, hoppakee. Ja, remmen. Zoals je ziet kan ik heel goed auto rijden. Maar we kunnen hier de auto even schoonmaken, want de auto is best wel smerig. Ik moet hem wel in het vak zetten. Oeps, zo, hoppa, kijk eens aan. Hij staat nu mooi in het vak. Meneer, u moet mijn auto schoonmaken. €50. Jeetje, wat ben jij een oplichter. €50. Je hebt zeg maar bij car washes, heb je dan vaak zo'n duur pakket, goedkoper pakket. En meestal, zeg maar de duurste pakket, wat dan het platinum schoonmaakprogramma is, dat kost €15. Deze man vraagt €50. Je bent niet goed. Het is niet eens een bewegende ding. Het zijn maar twee van die rollers. Nou, oké dan. Weet je, ik heb ook een skill point. En met skill points kan ik dingen unlocken. Dus ik kan bijvoorbeeld een sponge unlocken. Kijk, zeg maar, des te meer auto's ik verkoop, des te meer skill points ik krijg. En ik kan dus nu een sponge kopen, omdat ik 1 skill point heb. Omdat ik al 1 auto heb verkocht in de eerste aflevering. Dus ik kan nu zeggen, of ik wil dat ik kan onderhandelen, of ik wil dat ik mijn eigen auto kan schoonmaken, of ik wil dat ik de details kan zien van de auto. Ik denk dat ik onderhandelen wil kopen. Dat lijkt me het beste. Want het is wel fijn als je kan onderhandelen. Oké, mijn auto is mooi schoongemaakt. Top. Wat ik dan doe, ik stuur hem gelijk naar de mensen die hem kunnen fixen. Dus hij is nu zeg maar opgehaald. En hij is nu naar het fixbureau gegaan. Naar de reparatie mensen. Dan neem ik de bus naar mijn kantoor toe. Kijk, daar is mijn kantoor. En hier is de auto repair. En kijk, daar staat hij dan. De auto repair winkel. Nou, dat is helemaal top. Want hij moet echt wel gerepareerd worden. Meneer, dus veel schade. €313 aan schade aan de auto. Dat gaat hij nu voor mij repareren. Helemaal top. Ondertussen dat hij mijn auto aan het repareren is, ga ik hier even alles opruimen. Want mijn kantoor is dirty. So we need to clean, hè? Hoppakee. Throw it away. Let's go. En hier ook een blikje. Ja, dat kan echt allemaal niet, hè? Nee. Kijk eens aan. Nu is het weer mooi schoon. En ik hoop dat meneer al ondertussen klaar is met mijn auto schoonmaken. Het zou wel fijn zijn. Eens even kijken hoe ver die al is. Hij is al op 60%. Oké, nou schiet eens op, man. 4 p.m. will start. Oké, de action wil... gaat het beginnen op als het 4 p.m. is. Het is op dit moment 11:54 a.m. Dus over een goede 4 uur gaat de action openen. En dan kunnen we dus bieden op auto's, volgens mij. Dat is wel heel erg vet. Misschien kunnen we dan voor een hele goede prijs een mooie auto scoren. In ieder geval, deze auto rijd ik nu even naar het kantoor toe. Ik nergens tegenaan botsen, Mick. Ik vind het oprecht een vette auto. Ik vind dit oprecht een vette auto. Zo, hoppakee, dan parkeer ik hem hier. Een kleine botsing, maar dan blijkbaar geen schade. Ik vind het oprecht een leuke auto. Oké, laten we snel naar de computer gaan en deze auto te koop zetten. Webpage, let's go. Not on sale, ik heb hem gekocht voor 12k. Hoeveel kunnen we hem verkopen? Een goede 18.000. Zou een mooie winst zijn. Fiatje 500, volgens mij is het een Fiatje 500. Boom, 18k. Is toch gewoon een mooi prijsje. Dan maak ik 5-6k winst. Hij is ook helemaal gerepareerd. Dat kost ook €300. Dus ja, ik vind... en het kost tijd. En tijd is ook geld. Dus ik vind 18k een goede prijs. Als we nou even deze auto voor 4 uur 's middags kunnen verkopen, zou het heel fijn zijn. Want dan hebben we genoeg geld om mee te doen met de auction. Oftewel, dan kunnen we gaan bieden op nieuwe auto's. Nu hopen dat er wel wat mensen komen kijken naar deze Fiat. Ik zie nog geen klanten. Big sale. Staat er letterlijk op het raampje. Staat big sale. Kom op, waar zijn de klanten? Zou iedereen aan het lunchen zijn of zo? Oh, kijk eens aan, mevrouw! Dit is echt de perfecte auto voor u. Ja, kijk er eens naar. Een mooie Fiat 500. Oké, ik ben heel benieuwd wat mevrouw gaat bieden. Talk. Kijk eens aan. 18.000. Ja, why if you're looking for a car? Can you lower the price a bit? 16,5 vraagt ze. Weet je, jij mag hem voor 17.000 hebben. Dan heb ik nog steeds een goede winst gemaakt. Ja! Let's go! Oké, baby! Oké, dit is helemaal nice. Dit is top. We hebben ook nog 2 uurtjes totdat, zeg maar, de auction open is. Maar wat ik alvast kan doen... ik kan er alvast naartoe, denk ik, toch? Waar is de auction? Die staat hier niet tussen, namelijk. Car market. Dat is niet de auction, neem ik aan, denk ik. Of wel? Ik heb geen idee. Oh, daar is de car auction. Oké, dan loop ik daar alvast gewoon naartoe. Het begint namelijk over een uurtje. Maar ja, een minuut duurt, zeg maar, 1 seconde in dit spel. Dus eigenlijk begint het over een minuut. Ik loop er gewoon alvast naartoe, want blijf...
blijkbaar kan je niet de bus er naartoe nemen. En misschien moet ik ook een kaartje kopen of zo. Meestal in het echte leven moet je dan een kaartje kopen, zodat de organisatoren ook winst maken. En ja hoor, daily ticket, €300. Nou oké dan. You have purchased the daily ticket. Het begint over 45 seconden. Ik ga hier alvast zitten. Kijk eens aan. 40 seconds remains until it starts. Ik ben heel benieuwd wat voor auto's hier komen. Kijk, dadelijk komen er Ferraris. Ja, zoveel geld heb ik ook niet. Dus ik hoop dat we een beetje kunnen gaan bieden hier. Het zou wel leuk zijn als ik gewoon even een mooie auto kan kopen en daarop kan bieden. Oké, we zijn begonnen. Audi S4. Start bidding. Current bid. Oh jeetje. Oké, ga ook bieden. Ik weet niet of dit een goede deal is. Oké, mensen bieden over. Mensen bieden over. Jeetje. Oké, ga ook bieden. 12k. Hoeveel geld heb ik nog? Ik zie het niet goed. Ah, ik bied snel. 13k. Heb ik hem? Ik heb hem! Let's go! Oké, nu komt er een hele mooie auto. Start bidding at 22k. Bro, ik heb maar 11k, dus ik kan niet eens bieden. Ja, Zena heeft hem. Nikki. Oké, ik ga maar gelijk back. Kan ik nou gewoon gelijk mijn auto meenemen of moet ik wachten? Ik moet volgens mij wachten totdat alle auto's verkocht zijn. Maar ik heb deze auto gekocht voor 13.000 euro. Ik neem gewoon aan dat het een goede deal is. Omdat, ja, je kan erop bieden. Meestal, als je op dingen kan bieden, dan is het altijd wel een goede deal. Tenzij je te veel geboden hebt. Maar deze auto's zijn nog duidelijk buiten mijn prijsklasse. Want ja, ik had maar 24k. Dus Suzanne had mij bij deze al altijd overboden. Dus ik denk dat ik hier wel, dat ik het goed heb gedaan dat ik die gelijk gekocht heb. De eerste is duidelijk de goedkoopste. En deze Audi R8. Ja, die gaat sowieso voor in de tonnen, of niet? Ja, begint al bij 370k, 380k. Ja, mijn doel is wel dat ik ooit zo'n auto kan kopen. Dat zou wel een leuke verrassing zijn als dat ooit kan. Oké, nou, kom op. Schiet eens op. Ik zal eens even hier weer gaan zitten. Oh, closed. Oh, kijk eens aan. Het is voorbij. You bought a car. Kijk eens aan. Oké, kijk. Hier staat de auto dan. Oh, er moet nog wel echt veel gebeuren aan deze auto. Ik ga hem even instappen. Zo, hoppakee. Dan starten we. Zou die een beetje snel zijn? Ja hoor. Ja hoor, dikke bak. Oké, dit is wel een dikke bak. Dit is wel een dikke bak. Alleen hij is smerig. Er zit schade aan. Dus we moeten hem zeker even gaan repareren. We moeten hem gaan wassen. Noem maar op. Er moet echt veel gebeuren nog aan deze auto. Dus laten we dat ook even gaan doen. Even kijken. Hier is mijn huis. Oh, het is echt erg dat ik daar woon eigenlijk. Even kijken. Woon ik een beetje dicht bij mijn bij de office? Ik heb geen idee. We rijden hier nou langs de bar. Ja, kijk eens aan. Dat is de bar. En dan rijden we hier even zo rechtdoor, want waarom ook niet. Wat hebben we hier ook alweer? Dit is de soort, weet ik veel wat dat is. Dat boeit niet wat dat is. Kijk eens aan, hier is de car wash. Of ja, ook het tankstation. Kunnen we ook de auto tanken eigenlijk? Vast wel. Laten we even kijken of we gaan hem sowieso eerst even wassen trouwens. Want ja, dit ding is echt smerig. Ik ben benieuwd of hij nou ook 50 euro ervoor vraagt. Of dat hij meer geld vraagt als de auto viezer is. Oh nee, het kost altijd 50 euro. Ik heb trouwens, oh nee, ik heb geen skill point gekregen. Ik moet nog 27 XP en dan kan ik weer iets upgraden. Je kan dus ook upgraden dat je beter kan onderhandelen. Ik denk dat ik dan de auto's voor een lagere prijs kan kopen en voor een hogere prijs kan verkopen. Dan ben ik gewoon een betere onderhandelaar. Ik denk dat oprecht dat die onderhandel denkt dat dat echt het slimste is om te upgraden. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het. En kijk eens aan, nu de auto gewassen is, ziet hij er oprecht heel nice uit. Wajo. Oké, even kijken. Kan ik hem ook tanken? Ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon proberen. Kan ik hem tanken? Use. I can't add fuel there. Please park. Oh, ik moet hem echt in het gat of in het vierkantje parkeren. Ik kan zelfs mijn auto's tanken. Nou, weet je, omdat ik mijn klanten extra blij wil maken. Even gelijk een volle tank. Zo, hoppakee. Use. Kijk, za. Add fuel. Hoppakee. Jeetje, wat is benzine duur geworden. Maar hey, we doen het maar allemaal voor de klant. Dan doe ik nu even naar de repair sturen. En dan neem ik de bus naar het kantoor toe. Dan kan ik hem ook gelijk repareren. Als het tenminste schade op zit. En dan kunnen we hem gaan verkopen. De auto repair is hier zo. Dus let's go. Moet ik hem überhaupt repareren? Volgens mij niet. Er is hier namelijk ook niemand. Oh, is het alweer donker aan het worden? Ah, ik denk dat we weer moeten gaan slapen. Ik denk dat de auto repair dicht is. Oké, laten we dan naar huis toe gaan. En laten we dan gaan slapen, zodat alles weer open is. Logisch ook, want het is het is gewoon midden in de nacht. Natuurlijk is de auto repair niet open. Oké, we gaan slapen. We hebben 25k gespendeerd. 17.000 geld verdiend. En dat betekent dat we vandaag 8.000 in de min zijn gegaan. Maar op zich,
het is nog steeds een goede dag geweest. Want we hebben natuurlijk een auto nu. En die is heel veel geld waard. Dus eigenlijk hebben we wel winst. Abonneer snel bij het kanaal om niet de volgende aflevering te missen. En doe even een duimpje omhoog als jullie willen dat, ja, dat ik meer video's van dit maak. Want ja, ik maak normaal niet video's over dit soort spelletjes. Dus als je het heel leuk vindt, doe nou even een duimpje omhoog. En als je nog een leuke video van mij wilt zien, klik dan even hier. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.